Verliefd worden is eigenlijk een heel hormonaal en chemisch proces in je lichaam en in je brein. En die stoffen, die zorgen ervoor dat je zo'n heerlijk geluksgevoel krijgt. Als je verliefd bent, gebeurt er van alles met je hormonen. Eigenlijk kunnen we verliefdheid opknippen in drie onderdelen. Aangetrokken zijn tot iemand, een diepe verbondenheid en lust. Nou, dat lust is met name je testosteron en de oestrogenen. Testosteron bij mannen en bij vrouwen zorgt voor meer lust, meer zin in seks bijvoorbeeld. Daarnaast is de aantrekkingskracht ook heel belangrijk. Er zijn weer andere hormonen en geluksstofjes ook bij betrokken. Bijvoorbeeld je dopamine, je serotonine en ook adrenaline. Dat is eigenlijk een stresshormoon. Dus je weet ook, eigenlijk is het ook een beetje een stressreactie als je verliefd bent. Je hart gaat sneller kloppen, je krijgt zweethanden, wordt rood. Dus dat is een andere reactie die er gebeurt. En dan is bij het derde onderdeel voor die diepe verbondenheid nog een ander hormoon belangrijk, het oxytocine. Dat kennen we wel als het knuffelhormoon en dat zorgt ervoor dat je echt op sociaal vlak een goede diepe relatie kan ontwikkelen met iemand. Daar hoort ook nog weer een ander hormoon bij, het vasopressine. Dat zorgt ook weer, is onderdeel van het stresshormoon en ook dat zorgt voor een diep gevoel van verbondenheid dat je bij elkaar wil zijn. Ja, er bestaan verschillende stoffen die eigenlijk een soortgelijke reactie in je lichaam oproepen als verliefdheid. Denk aan bijvoorbeeld cocaïne. Dat werkt via dopamine en noradrenaline en dat geeft een soortgelijke reactie van een heel sterk geluksgevoel kan het geven, maar ook verhoogde alertheid. En ook de partydrug ecstasy, MDMA, daarvan weten we ook dat dat ook kan zorgen voor een gevoel van verliefdheid en sociale verbondenheid met andere mensen. Maar mijn advies zou toch altijd zijn om verliefdheid liever op de natuurlijke weg te creëren. Ja, we denken vaak dat vrouwen veel romantischer zijn. Maar uit onderzoek blijkt dat mannen eigenlijk sneller verliefd worden. En dan binnen zo'n hele prille relatie eigenlijk de eerste zijn die zeggen: ik hou van je. Dus misschien zijn mannen toch wel sneller verliefd dan vrouwen.